In deze aflevering gaan we op bezoek bij Laurens Verspuy. Hij heeft jarenlang de stad Tiel medebestuurd als wethouder. Onlangs nam hij afscheid van de Tielse politiek. We blikken met hem terug op met name deze periode. Wie is Laurens Verspuy? Waar staat hij voor en wat zijn zijn drijfveren? U ziet het in deze aflevering van Zomervisite. Laurens, van harte welkom. Zomervisite 2018, de editie. We hebben jou uitgenodigd. Om verschillende redenen natuurlijk. De meest belangrijke is dat je afscheid hebt genomen van de Tielse politiek. Na een, laten we maar zeggen, hele lange periode dat je actief bent geweest in die Tielse politiek. In 2002 begonnen, voor het eerst op de lijst. Dat was de verkiezing toen landelijk ook met Pim Fortuyn. Als broekie, hè? Als broekie. Hoe oud was je toen? 2002, 26 volgens mij. Nee, 22. En waarom eigenlijk was jij geïnteresseerd geraakt in politiek op zo'n jonge leeftijd? Nou ja, eigenlijk, ik was al een paar jaar lid van D66. Waar die voorliefde voor D66? Ik was 18 toen ik lid werd van D66, op mijn 18e verjaardag. Maar volgens mij heb ik het nog een maand niet kunnen volhouden, zeg maar. Ben ik daarvoor al in september lid geworden. Dat zat er al heel vroeg in? Zat er al heel vroeg in. Verder niet uit een politiek geëngageerd nest gekomen of zo. Nee, over dat nest gesproken, hoe zag dat eruit? Vader en moeder, broertje. Moeder werkzaam in de thuiszorg, nu met pensioen. En mijn vader had een eigen fruitteelbedrijf en werkte toen ook nog op de fruitveiling in Tiel. Daar hadden we ook het ouderlijk huis boven de fruitveiling, het Witte Huis tegenover het station. Daar is ook de liefde voor het Corso ontstaan, want ik zag als kleine jongen onder mijn slaapkamerraam door de Corso-wagens richting de tentoonstellingshal rijden. Ja, daar gaan we het later over hebben. Terug weer naar die politiek. Er zijn natuurlijk, en vooral ook in die tijd dat jij daarmee actief raakte, allerlei politieke partijen. Vrij snel koos je voor D66. Waar kwam dat vandaan? Nou, niet uit het ouderlijk huis, zullen we maar zeggen. Nee, ook niet op een programmapuntje of zo. Ik heb bedacht van, nou ja, ik ben 18, mag gaan stemmen. En wel geïnteresseerd en verdiept in de politiek verder. Maar is dat voelde heel dan snel te maken met bijvoorbeeld zo'n Van Mierlo, een charismatische man destijds, die zei in de jaren 60 van, nou, het moet anders. Ja, maar meer in de zin niet zozeer op democratische vernieuwing en dergelijke. Mm-hmm. Maar meer op het bieden van zoveel mogelijk kansen voor mensen. Maar goed, dus, dat had net zo goed PvdA kunnen zijn. Ja, D66 heeft ze heel sterk gemaakt natuurlijk. Al jaren voor onderwijs, cultuur, het beste uit mensen halen. Gecombineerd met een sterk economisch programma. Mm-hmm. Nou, dat heeft me altijd wel aangetrokken bij D66. Ja, onderwijs. Dus eigenlijk op gevoel toen ik 18 werd, gekozen voor D66. Nooit spijt van gehad. Onderwijs, dat is eigenlijk ook wel jouw ding. Hè? Je bent de lerarenopleiding gaan doen. En vervolgens werd je werkzaam bij het R.S. Gerlingen College. Klopt, ja. Ik had nog eindstage bij het ROC in Nijmegen. Hmm. Dat duurde tot en met januari. En dan moest je nog een half jaar naar school vervolgens. Maar de oud-economieleraar van me belde zo van, kun je niet beginnen in februari? Dus eind januari was de stage afgelopen en in februari had ik een baan bij het Lingen College. En meteen vol erin, HAVO 4, werd niet naar gekeken, kon gewoon meteen beginnen. Dus op die manier ook gewoon het Lingen College weer ingerold. Ja, en beviel jou dat? Ja, ontzettend leuk. Ontzettend leuke collega's, ontzettend leuke leerlingen. Maar je had in die tijd leerlingen in je klas van 17, 18 jaar, je was zelf 1,22. Ja, precies. Ja, dus dat schept ook op een gegeven moment nog wel een band natuurlijk. Mm-hmm. En het maakt niet uit of je oud of jong bent. Als leerlingen merken dat je ervoor gaat en als een beetje normaal gedragen, dat jij ze naar het eindexamen brengt, zeg maar, en ze een mooi cijfer kunnen halen, ja, dan is er wederzijds respect en dan loopt dat vanzelf. Ja. D66 was toen eigenlijk een hele kleine partij, hè? Eigenlijk maar één man die kaart trok. Je zult ongetwijfeld zeggen, nou, er waren er nog meer, maar het was Laurens Verspuy die dat deed. Er waren er meer. Ja, dat snap ik dat je dat zegt. En toen kwam 2006 in zicht, de verkiezingen. Ja, dramatisch voor D66, landelijk. Mm-hmm. We hebben in 2006 ook nog landelijk een keer ergens op 0 zetels gestaan in een landelijke peiling. En toen hadden we 1 zetel en die hebben we toen weten vast te houden.
Dus ja, daar waren we ontzettend blij en trots mee. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Want je had ook maar net die kiesdrempel te pakken, hè? Die lag rond. Dus je zult die cijfers wel beter in je hoofd hebben zitten dan ik. Volgens mij hadden we bijna 800 stemmen. Ja? En zat de kiesdrempel op 55 of zo. Ja, ja. Dus voor hetzelfde geld was dat misgegaan. Maar dat was niet het geval. En vervolgens mag je deelnemen aan het college. Dat was op zich heel opvallend, ook omdat je jong was. Ja, en het was ook een verrassing natuurlijk. Ik bedoel, we hadden ons stinkende best gedaan om die ene zetel vast te houden. Nou, dat was gelukt. Ja, die, met ook die campagne kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Want je hebt zelf geflyerd, je hebt er alles aan gedaan met debatten. Dat is over gelopen. Ja, maar dat hebben we ook, dat zijn we ook blijven doen, ook met meer zetels. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook een verklaring is van de mars weer omhoog die toen is ingezet. Maar toen we die ene zetel hadden gehaald, hadden we natuurlijk nooit het idee van nou zullen we wel even het college binnenstormen. We waren gewoon blij dat, dat we weer de raad in waren gekomen natuurlijk. Ja. Ook toen een spotje gemaakt op de televisie in de tijd dat het nog helemaal niet in vraag was om spotjes, politieke spotjes op de televisie uit te zenden. Kun je nog herinneren hoe dat eraan toe is gegaan? Ja, ik kan me nog herinneren dat ik je ergens op de brug belde. Tenminste, jij reed op de brug naar Maas en Waal. En sneeuwde. Zo van, we hebben nog een spotje nodig. Ja. En rechts omkeert en het spotje opgenomen, volgens mij voor de raadzaal. Klopt. En ja, hartstikke leuk. Maar ja, dat deed je in die tijd gewoon. Hè. Je wil, zeker wat een stuk onbevangen natuurlijk. En als je laag in de peilingen staat, dan kun je ook nog eens een keer een foutje maken natuurlijk. Wordt allemaal niet zo hard afgestraft. Maar we hadden een hele leuke campagne gedraaid. En ik denk ook dat die campagne ook mee heeft geholpen om die ene zetel te behalen. Dat is helder. Toen lagen de verhoudingen heel anders. Verschillende mensen zijn vertrokken of leven niet meer. Maar in die tijd was het best wel grappig om ook over, of grappig, goed en leuk, om over politiek te praten. Zeker. Marcel Melissen die was daar vaak bij, Pieter van den Burg en jij. Ja. En ik mocht ook graag aanschuiven om te luisteren en te debatteren achter de schermen van wat er allemaal speelde. Die tijd is later heel anders geworden. Ja, het is, je krijgt toch een andere rol op een gegeven moment. Sommigen zijn de politiek even uitgewezen en zijn weer binnen terug in de politiek gekomen. Anderen werden fractievoorzitter en later wethouder. En ik werd heel snel wethouder. Dus ja, dat gaat toch zijn eigen pad op, zullen we maar zeggen. De dood van Pieter, wat heeft dat met jou gedaan? Nou, enorm geschokt. Enorme klap. Ja, zo onbevattelijk. Iemand die zo levendig is en zo midden in het leven staat en zoveel onderneemt. Want het was het echt, een echte entrepreneur, een echte ondernemer. Mm-hmm. Iemand die vol voor het culturele leven voor Tiel ook ging. Ja, daar hadden jullie raakvlakken, ja, he, met die cultuur. Enorm veel raakvlakken. Ik kan me nog herinneren dat hij me geholpen heeft bij een aantal ontwerpen voor de Corso-wagens bijvoorbeeld. Nooit te beroerd om advies te geven en dergelijke. Dus nee, die herinneringen koester ik wel. Ja, en het is ook, er zit ook nog ergens in je familie, geloof ik, hè? Ja, Pieter is een neef van mijn moeder. Ah, op die manier. Ja, over dat Corso gesproken, dat heeft altijd ook door je aderen gestroomd, hè? Zeker. Vanaf 6 jaar de bouw al in. Toen nog waar nu Mulders zit. Het tankstation met de QuickFit bij de Albert Heijn daar tegenover. Mm-hmm. Dat was vroeger de bouwplaats van Corso Wagen Tiel. Dus we woonden in de Spoorstraat. Dus we gingen boodschappen doen bij de Albert Heijn. Dus daar kwam je ook nog een keer langs. Dus ja, letterlijk blijven plakken daar. En daar is het eigenlijk misgegaan, zullen we maar zeggen. Veel uren zijn erin gaan. Ja, ik kan me nog herinneren, want je hebt een hele periode meegemaakt. Uiteindelijk kwam je in die politiek eruit als ook als wethouder en dat was eigenlijk niet meer te combineren. Hè? Nee, en de schijn van ook, belangenverstrengeling dat krijg ook. Je ook mee, ook de tijd. Ja, en ik leg natuurlijk de lat ook, probeer ik zo hoog mogelijk te leggen met ontwerpen. Dus ja, als je er dan daar ook nog vol in gaat, ja, op een gegeven moment is dat de tijd niet meer te doen. Nee, de laatste slag, dat was ook jouw laatste wagen die je gemaakt hebt, hè? Dat was niet de laatste wagen. Het was wel de wagen met heel veel werk erin voor de hele bouwploeg. Ze hebben alle kleding zelf gemaakt, heel veel losse onderdelen.
Dus ja, daar zijn we echt tot de bodem gegaan van wat we uit die club konden halen. En de traditionele ontwerpen, daar is eigenlijk ingezet op dat moment dat daar vernieuwing in moest komen. Hè. Dus een keer niet vogels of andere beesten, maar de laatste slag. Kun je wat vertellen over die wagen? Nou, ik heb samen met mijn maatje Niels Schoots en Melvin Meijer toen bij de laatste slag. We hebben veel meer vernieuwingsprijzen gehad toen in het Corso. We hebben ook een keer een complete witte wagen gehad. En, ja, die werd afgeserveerd. Die werd door de jury in hem afgeserveerd. Maar de wel tijd vooruit. Wel de ontwerpersprijs voor gekregen. Maar ook Statica Dynamica bijvoorbeeld. Met een compleet ontveld lichaam. Kruipend op een wit laken. Ook tweede mee geworden. Of met het Opera House, Sydney Musical. Wat is nou dat Corso-virus? Ja, dat is met elkaar die wagen bouwen. De saamhorigheid. Je probeert het Corso elke keer weer naar een hoger level te duwen, naar een stukje vernieuwing. Kun je dat vergelijken het voor het publiek ook aantrekkelijk blijft. Kun je dat vergelijken met de politiek? Want dan moet je het ook uiteindelijk gezamenlijk doen. Ja, ik denk dat, nou, als je die parallel wilt trekken, ik denk dat we met de ontwerpen die we hebben gemaakt voor het Corso, waren we redelijk vernieuwend bezig in Tiel. En ik heb in de politiek ook wel geprobeerd niet stil te zitten en het blikje elke keer vooruit te trappen, maar wel dingen in gang te zetten. Ja, Corso zit in zwaar weer, hè, dat weet iedereen. Dit jaar moet het gaan gebeuren voor dit jaar sowieso, maar ook voor de komende jaren. Dan heb ik met name over het financiële plaatje. Ja. Gaan ze jou bij het Corso nog terugzien om een steentje bij te dragen? Nou ja, nogmaals, als ik eraan begin, dan ken ik mezelf, dan zit er geen rem meer op. Ik heb vanaf september weer een nieuwe baan met een studie erbij. Mm-hmm. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Dus ik wil dat gewoon. Dus ik wil dat gewoon eerst zelf bekijken hoe dat gaat. Ik zeg daar geen nee tegen. Ik bedoel, het Corso, dat stroomt vanaf het begin in het bloed. Maar ik ken mezelf daarin te goed om te zeggen van dat doe ik wel even, want dan zit ik dag en nacht weer bij de Corso-wagen. Ja. En er zijn andere uitdagingen op je pad gekomen. Ja, en dat moet allemaal wel met elkaar te verenigen blijven. Logisch. Qua tijd. Jij bent ook een warm voorstander van. Ik hoop ook echt dat het goed komt komend jaar. Dat met die entreegelden er weer een goede financiële basis is voor het Corso. En dat men daardoor ook weer kan uitbouwen. Dat de clubs weer wat meer financiële armslag krijgen. Ben je blij trouwens met de strategie, de visie, die weg die men heeft ingeslagen? Nou, ik vind het in die zin gewaagd. Is van, men heeft de handen vol om het middagcorso te organiseren. En daar doet men nu nog een lichtjescorso bij. Ik begrijp de opzet natuurlijk van als je de tribune staat er. Dus als je die en 's middags en 's avonds kunt verkopen, dat veel meer geld oplevert natuurlijk. Ja. En wat ga je dan doen in de tussenliggende periode? Ja, die wieleronder begrijp ik niet, maar goed. Nee, het is aan de mensen die het organiseren. En nogmaals, ik hoop van ganse harte dat dat lukt en dat Corso daardoor nog jarenlang blijft bestaan. En misschien wordt het wel een groot succes. Wie weet. Ja, dan hebben we het hopen. Ja. Cultuur, zoals gezegd, ook dat stroomt eigenlijk door je bloed. Hè? Want je hebt jarenlang cultuur in je portefeuille gehad. Wat heb jij met cultuur in zijn algemeenheid? Ik ging eigenlijk van jongs af aan al naar de Schouwburg. Je moet mij geen muziekinstrument geven om te bespelen. Dat is niet goed voor het muziekinstrument, zullen we zeggen. Ja. Maar ik heb altijd graag gelezen. Dus dat soort elementen van de cultuurportefeuille vind ik echt prachtig. Film, graag naar de film. Toch sla jij graag is zo op de breed, als we het over muziek hebben, muziekinstrumenten, toch sla jij graag op de trom. Nou, spreekwoordelijk gezegd misschien, maar niet letterlijk. Nee, oké. Okay. Een gevolg van dat verhaal is het uitvoeren van beleid wat al jaren geleden is ingezet. En dat is onder andere de komst van de WLP. Ja. Met een in zijn totaliteit parkeergarage met Zinder daarbij. Ja. Nou, dat was sowieso de slag die we in 2006 met het college wilden maken. Daarvoor waren er heel veel plannen afgeleverd, hele belangrijke plannen. Masterplan Waalfront bijvoorbeeld, visie rond stationsomgeving, structuurvisie. En Tiel heeft altijd heel veel plannen gehad en we hadden echt de handen ineengeslagen zo van nu gaan we eens een keer ook echt dingen uitvoeren. Ja, doorpakken. Die we opgeschreven, echt doorpakken. Ja, van het stationsvisie, die omgeving, daar is niks van terecht gekomen tot nu toe.
Dat was de bedoeling dat daar zeg maar, met name onderwijs gevestigd zou worden. Hè? Met eventueel een hbo en zo. Nou, dat was een plan, maar volgens mij is vooral het masterplan stationsgebied ook een woningbouwprogramma geweest. Mm-hmm. Nou ja, de woningbouwcrisis die sloeg vanaf 2008 toe. Dus ook dat heeft natuurlijk, we hebben plannen wel onder te lijden gehad. En je kunt niet alles tegelijk meteen aanpakken. Dus we zijn begonnen met het masterplan Waalfront. Daar liep de provincie ook het warmst voor. Dus die hebben we toen de contracten ingefietst met de provincie en daar ook geld voor gekregen. Ja, heel veel mensen zeggen nu, hè, nu ze daadwerkelijk zien dat de Waalkade eigenlijk er niet zo vrij bij ligt op dit moment. En dat die parkeergarage er is gekomen en zo'n cultuurcluster, dan ziet men wat daar gebeurt. Zeker, ja. Maar dat is al vele jaren eerder ingezet. Ja. Waarom? Nou ja, we kijken hoe lang dan dingen duren en dan heb ik nog het besef dat we ze toch redelijk met tempo hebben aangepakt. In 2006 is dat masterplan Waalfront klaargemaakt. Wat hield dat grof in? Zaten er nog jarenlang met bewoners gesprekken om tuurlijk, het voor elkaar te krijgen. Dat is het proces, maar dat masterplan Waalfront, wat houdt dat eigenlijk in? Nou, dat houdt echt in de ontwikkeling tussen het Amsterdam-Rijnkanaal in, als het ware, en de wetlands van Passewaaij. Zo breed front is dat. En er zat een stukje natuurontwikkeling in, met de kleine Willemspolder, bij de wetlands. Er zaten wat woningbouwprojecten in langs de dijk. En er zat ook de poortenstrategie in voor de binnenstad. Om van de West-Luidense poort de cultuurpoort te maken. Van de Burense poort de dagelijkse winkelpoort. En bij de Zandwijkse poort de uitbreiding nog toen van het kernwinkelgebied. De Burense poort is de omgeving van de Albert Heijn, zullen we maar zeggen. Zo. Ja. Ja. En de raad heeft toen gezegd van we willen als eerste aan de slag met de West-Luidense poort. Dat hebben ze in 2006 gezegd. En in december 2010 is toen het plan helemaal rondgekomen rondom de West-Luidense poort. En daar zat toen al meteen en de plantage in en de bibliotheek en een ondergrondse parkeergarage. Dat had alles te maken met het feit van we moeten wat met die Waal. Ja, we moeten die auto's van die Waalkade afhalen. We hebben daar een lelijke Waalkade, ja. Terwijl eigenlijk dat het visitekaartje van Tiel moet zijn. Je moet echt het moet uitnodigen om daar te recreëren, meer ruimte voor evenementen. Dat kan nu. Die plannen zullen nu worden ontvouwd en worden doorgezet. De trappen is natuurlijk maar fase 1. De Waalkade zelf zal ook nog moeten worden aangepakt. Ja, maar we zijn weer een paar miljoen euro, oftewel jaren verder voordat dat ook weer helemaal gerealiseerd is. Ja. Tevreden zoals het gegaan is? Ja, we hebben geprobeerd met een vernieuwd aanbestedingsconcept, de zogenoemde concurrentiegerichte dialoog, de markt zoveel mogelijk proberen uit te lokken voor nieuwe creatieve ideeën. Nou, dat hebben ze ook gedaan. We hebben bijvoorbeeld vrijgelaten of dat gasgebouw wel of niet gesloopt moest worden. Dat was geen eis van de gemeente. Maar de markt heeft zelf gezegd van dat kunnen we eigenlijk toch, dat is toch te beperkend. Dat doen we tegen de vlakte aangooien. De ontwerpen die eruit voort waren gekomen hebben ook gezegd van het mag ook echt afwijken van de omgeving. Het mag eruit springen. Nou, dat is gelukt. Dat is gelukt met de gouden gevel. Ja. Maar wat veel belangrijker is, want dan hebben we het alleen maar over architectuur natuurlijk en hoe het gebouw er aan de buitenkant uitziet. Allemaal voor en tegenstanders voor natuurlijk, begrijp ik allemaal. Of je dat mooi en lelijk vindt, dat is allemaal smaak. Maar wat belangrijker is, de plantage zat natuurlijk in een vreselijke huisvesting. Aantal leerlingen liep terug, had ook te maken met bezuinigingen van regiogemeenten. Er moest wel iets gebeuren. Dat doet mijn hart goed natuurlijk, nu de plantage er zit. Het aantal cursisten is omhoog gegaan. Met andere woorden, de plantage heeft wel een enorme impuls gekregen. En dat gaat dan ook niet per se om het instituut plantage, maar meer van dat je kinderen, leerlingen, de kans geeft in Tiel om zich op cultureel, muzikaal gebied te ontplooien. Ja, nou hoor je al wel van er komen weer bezuinigingen aan. Dus zo dadelijk wordt het alleen maar een feestje voor de happy few. Maar dat is niet aan de orde? Nee. Volgens mij zitten er op plantage echt met leerlingen uit alle lagen van de bevolking. Zo hoort het ook. En als mensen het niet kunnen betalen, is daar volgens mij ook nog een regeling voor. De bibliotheek heeft ontzettend veel abonnementhouders, duizenden.
Dus nou ja, als het alleen voor de Happy View zou zijn, dan gaat het goed met Tiel. We hebben veel Happy View. Politiek is uiteindelijk mensenwerk. Je hebt natuurlijk de partijtjes, maar het gaat wel om de mensen die het moeten doen. Met wie had jij nou een band? Kun je er een paar uitlichten? Met heel veel. Steven de Vreeze. Je komt toch als hele als Blaag het college binnen op 26-jarige leeftijd. Heb je dat zelf zo ervaren als Blaag? Ja, heb ik toen wel zo ervaren. Maar, door met name ook PvdA werden er vraagtekens gezet, hè? Met zo'n jonge wethouder. In het begin bij het formatieproces zo van god, dat zou misschien wel eens een risico kunnen zijn. Uh-huh. Maar ze waren ook de eerste die zeiden van nou, dat gaat hartstikke goed, hartstikke leuk. Dus daar heb ik altijd veel vertrouwen van mogen ervaren. Willem Grades heeft jou die steun gegeven destijds. Zeker, ja. Waar kwam dat vandaan? Wat is er bij hem opgevallen? Weet je dat? Heb je er ooit met hem over gesproken? Heel kort. Ik denk dat Willem wel gecharmeerd was van ook een jonge kracht in het college. Iemand die het mij zag doen. Daar ging Willem voor. Als je nu terugkijkt, met de kennis die je toen had, zat je toen bij het juiste eind of was het toch heel anders? Wat bedoel je met het juiste eind? Het politieke spel, de zaken die er liepen. Nee, ik kijk terug op een hele mooie periode. Ik heb daar nergens spijt van, niet spijt dat ik het gedaan heb. Uh-huh. Heb je nergens spijt van? Nee, ik heb nergens spijt van. Ik heb, natuurlijk zou je dingen anders doen, mm-hmm. maar spijt hebben is van dat je de dingen betreurt of zo. Van nee, ik heb het met volle bewustzijn gedaan. Wat zou je dan anders gedaan hebben? Ik heb de keuzes gemaakt. Nou ja, we hebben in 2010 wel een stevige coalitieonderhandeling gehad, waarin VVD en D66 goed met elkaar waren opgetrokken. Dat voelde voor andere partijen als een stevig blok. Ik denk van ja, dat had misschien ook anders gekunnen. Hoe had je het dan willen zien? Nou, wat meer uitnodigend ook nog naar andere partijen. VVD en D66 waren toen echt stevig, zaten stevig aan elkaar vast. Het heeft toen ook het nodig opgeleverd. Maar ja, wat ik wel meer geleerd heb in die periode is van dat je ook moet kijken van hoe dat op anderen overkomt en hoe anderen dat ervaren. Dan kun je zelf er van alles van vinden, maar de ander heeft ook een waarheid. Ja, die politiek, dat blijft natuurlijk ten alle tijden, maar niet meer in het Tielse. Als er nou iets moois op je pad komt, ben je daar actief mee bezig? Ik ben daar nu niet actief mee bezig. Met het ingang van het nieuwe schooljaar ga ik weer economie geven op het Lingencollege in Tiel. Maar het kan altijd zo zijn natuurlijk dat er iets voorbij komt of iets wat je denkt van nou dat zou nog een mooie uitdaging zijn. Wethouderschap in een grotere gemeente, burgemeesterschap, nou ja, er zijn zoveel dingen nog in het openbaar bestuur. Ik sluit dat niet uit in de toekomst. Ik ben nu 38, dus ik heb nog 30 jaar werk voor me liggen. Ja, is het ook opgevallen, jouw werk als relatief jongere, eerst raadslid en daarna wethouderschap in Tiel in Den Landen? Nou, ik heb wel dat je merkt van, hé, ik word voor dingen gevraagd, dat vind ik wel een eer. Ik heb wel van verschillende mensen gehoord van dat ze met plezier daarna gekeken hebben van hoe we dat in Tiel hebben gedaan als D66. Ik ben ook nog voorzitter van D66 in Gelderland. Dus ja, die politieke lijn en interesse blijft natuurlijk. En ondertussen, inderdaad, kun je op zo'n school ook jaart ophalen met een passie die je hebt, en dat is het onderwijs. Zeker, ja. En dat zal ik ook nog combineren met een studie, eerste graads opleiding economie. Dus ik probeer echt ook uit mezelf het beste te halen als het ware. En volop in mezelf te blijven investeren. Andere passie van je is lezen, maar ook bijvoorbeeld Amerika. Hè? Wat heb jij met Amerika? Nou ja, ook natuurlijk de link met de Amerikaanse politiek. Geweldig hoe dat daar eraan toe gaat. Dus ik probeer dat ook echt te volgen en bij te lezen. Ja, je bent ook bij Election Day en zo, als de verkiezingen er zijn, een paar keer al naar Amerika toe geweest, ja. Om dat effectief ook mee te maken. Ja, ik probeer ook echt op verkiezingsdag zelf in Amerika te zijn. In 2012 bijvoorbeeld in Chicago geweest, bij de herverkiezing van Obama. Ja, super hoe dat mee te maken. Maar het land is zo groot
En de politieke verschillen zijn zo enorm. Ja, dat is zo lastig te bevatten. Maar wel ook weer daardoor zo uniek dat dat kan. Ja, wij hier in Nederland, eigenlijk Europa, zeggen we, nou, die Trump, die kerel, die is hartstikke gek. Ja, maar, kun je dat beter plaatsen? Dat vinden ze in Californië en in New York bijvoorbeeld ook. Maar in het Heartland, in de Kansas en de Oklahoma's en de Texas, lopen ze met hem weg. Maar dat zit allemaal ingebakken in datzelfde land. Die verschillen zijn daar zo groot op politiek gebied, op cultureel gebied, op klimaat, landschap. Dat is gewoon geweldig om daar doorheen te trekken en dat te zien en te volgen. Je bent er ondanks ook nog geweest, hè, om een beetje afstand te nemen van die politiek in Tiel en zeg maar om een reset te geven. Hoe lang ben je weg geweest? Ruim 3 weken naar Californië. Ik denk van het leek me wel goed om als je afscheid neemt om meteen gewoon eerst op vakantie te gaan, hoofd leegmaken en dan weer terug te zijn hier. Ja, Californië, geweldig land. Gereisd van San Francisco naar San Diego. In een paar weken tijd afgelegd. Zoveel te zien en te doen. Ik ben weer moe teruggekomen als het ware. Dus ik ben blij dat ik nu zomervakantie heb. Ja, is dat hoofd ook daadwerkelijk leeg geraakt? Nee, dat niet. Goed, dan heb je dan de schoolperiode. Maar wel veel gedaan, ja. Wat is het meest bijgebleven van die laatste reis? Want het is in de algemeenheid natuurlijk groots en mooi. Eén specifiek ding? Nou, niet één specifiek ding. We hebben in San Francisco natuurlijk Golden Gate Brug, de enorme hoge mooie bomen, de pier, Alcatraz, verder naar het zuiden, Monterey, hartstikke mooie badplaats, walvissen gezien, Cambria met het Hearst Castle van die krantenmagnaat Hearst. Gewoon een buitensporig kasteel neer heeft gezet. Ja, grote, gekke, daarin voor zijn maffa tijd ook alle beroemdheden langs zien hebben trekken, zoals Walt Disney en Charlie Chaplin en ga zo maar door. Los Angeles natuurlijk met de hele filmindustrie, maar ook prachtige musea als het Getty. Gewoon mooi voor een jongen van Tiel. Fantastisch. Ja. San Diego met SeaWorld. Kan ik jou nog een uitspraak ontlokken als het gaat om de toekomst van lokale politiek? Ja, dan moet je hem wel wat specifieker maken, zo breed is het natuurlijk. We hebben de partijen, het partijenstelsel, de zuilen, dat wordt allemaal anders, dat zie je ook. Hè. Veel onrust, mensen kiezen veel meer op mensen, iemand die wat roept, dus ingezet met Fortuyn, maar je ziet het ook met Wilders. Waar moet dat lokaal naartoe? Of denk jij dat het systeem zoals het is prima is? Ik denk dat het systeem zoals we dat nu hebben nog wel even kennen. Het einde is vaker voorspeld. Het systeem heeft toch een enorm absorptievermogen dat zich toch kan aanpassen aan maatschappelijke veranderingen. Ja, D66 is de partij geweest natuurlijk die ook gewoon institutioneel wat dingen probeerde te veranderen. Andere partijen wilden daar elke keer in andere samenstellingen niet aan. Ik ben ervan overtuigd dat dat op termijn wel gaat gebeuren. D66 loopt er nou niet zo mee te koop. Ik vind dat verder ook prima. Hè. We hebben enorm veel andere goede punten om uit te dragen. Of het nou op het gebied van duurzaamheid, cultuur of onderwijs gaat. We hebben veel te vertellen. En veel te willen en veel te wensen. Ja, maar de maatschappij is wel anders geworden. Hè? Kijk, de maatschappij is anders geworden. Penthouse met Pechtold. Maar je ziet ook lokaal van nou, die Laurens Verspuy. Die heeft met de geldbuidel alles maar uitgegeven. Dat is natuurlijk allemaal veel te kort door de bocht, maar het wordt wel gezegd en men neemt daar notie van. Iedereen kan dan natuurlijk alles roepen en vinden en dat mag natuurlijk. Ik denk dat uiteindelijk een gekozen burgemeester of een referendum, een bindend referendum, er uiteindelijk wel komen. Maar er zal nog wel tijd overheen gaan om dat te doen. Het is te vroeg, veel mensen willen het. Ik denk dat uiteindelijk het er ook gaat komen. Smeer het Amerikaanse stelsel misschien? Amerika is vaak het voorland geweest natuurlijk van waar het naartoe gaat. In alle goede en slechte dingen. En ik denk dat dat ook nu het geval is. En dat zie je ook. Hè? De hele verhuftering rondom Trump en wat hij doet. Voor een stukje zien we dat natuurlijk nu al. Hè? Met de Forum van Democraties en de PVV's van deze wereld. Die gebruiken voor een deel hetzelfde playbook. Dus dat gaat wel op diezelfde tour verder, ben ik bang. Ik ben daar niet
ik geloof niet dat het altijd winst is, maar het is de ontwikkeling waarin de politiek zich beweegt. Inderdaad, veel meer persoonsgericht, veel meer gericht op de inhoud, op identiteitspolitieken, wat men ook noemt. Dat zie je ook in Nederland, Zwarte Piet wordt enorm belangrijk gemaakt. Ja, elke zomer begint het weer. Ja, precies. Ik zag het eerste bericht alweer voorbij komen. Ja, daarom. Nou, dat soort discussies worden heel erg belangrijk gemaakt. En daar stemmen voor een grote groep mensen ook op, hè, wat men daarbij vindt. Maar vervolgens wat men op sociaal-economisch gebied vindt, het kan wel heel erg ten koste gaan van je eigen portemonnee. Maar die identiteitskwesties worden zo belangrijk gemaakt, dat mensen ook gewoon tegen hun eigen portemonnee daardoor gaan stemmen. Ja, maar het is ook natuurlijk zo complex geworden dat het ook heel moeilijk voor een leek is om te volgen. Ja, je merkt toch wel dat er heel veel interesse is op zich in de politiek. Zeker. En er wordt flink gevolgd en flink gekeken. En Facebook en Twitter helpen daar in positieve zin natuurlijk ook aan bij. Dus ik heb niet het idee dat men afkerig wordt van de politiek of afkerig wordt van het debat. Nee, maar wel op een andere manier. Maar veel meer op identiteit gebaseerd. Ja, politiek. De politiek zou dat moeten begrijpen. Dat moeten ze begrijpen, maar daar moet ook gezond tegenwicht tegenkomen. Ik vind dat mijn partij, D66, in de vorm van Alexander Pechtold, dat bijvoorbeeld heel goed doet. Die was de eerste die ook gewoon echt tegengaf. Gas gaf bij Geert Wilders. En gewoon omwonden zei van wat u nu zegt, dat klopt niet. Of dat is onzin, of wij denken dat het zo zit. En op inhoud. Gewoon op inhoud, maar wel hard. Ja. Dat kan prima. Zolang het op inhoud is, kan het ook hard. En lokaal zie je dat hetzelfde? En lokaal gaat dat ook gebeuren. Dat sijpelt gewoon door, hè, van landelijk naar beneden. En daar ben je een voorstander van? Ik ben voorstander van gewoon een goed politiek inhoudelijk debat. Dat identiteitsdebat, dat leidt uiteindelijk nergens toe. Dat zet uiteindelijk mensen tegen elkaar op. Precies. Dus ja, ik denk dat daar voor de samenleving geen winst ligt. Voor de samenleving ligt er winst, maar dat is heel erg bestuurlijk natuurlijk en vanuit het politieke midden geredeneerd. Vandaar dat ik me enorm thuis voel bij D66. Maar ik geloof enorm in om stappen vooruit te zetten, om te werken aan het voorzieningenniveau van mensen. Dat er gewoon een goed theater is, dat er gewoon een fatsoenlijk zwembad is. En uiteindelijk gaat het de mensen daarom. Dat die voorzieningen er zijn en dat de overheid daarvoor zorgt. En zeker een lokale overheid. Wie zorgt er anders voor een zwembad of voor een schouwburg? Of nee, gaat door? Einde van de rit is het natuurlijk allemaal geen rocket science. Nee. Nee. En mensen willen uiteindelijk ook gewoon een schone stad. Een schone stad. Is de onderwijshuisvesting voldoende op orde? Nou, op dit moment niet in Tiel. Dus hartstikke goed dat daar wordt in geïnvesteerd. Ja. Voorbeelden voor jou. Dat haal je natuurlijk om, want je bent een belezen man. Want je leest heel veel boeken op allerlei niveaus. Je hebt vast wel voorbeelden waar je van zegt van hey, dat is visie, daar kan ik wat mee. Noem er eens een paar. Je bedoelt op non-fictie of ook gewoon op literatuurgebied? Literatuurgebied. Nou, ik lees enorm graag bijvoorbeeld Dimitri Verhulst. Mm-hmm. Dat Vlaamse, de Vlaamse zinnen die daar worden gebruikt, dat taalgebruik. Dat wat leert jou dat? Zo, wat brengt die man jou, mooi, zeg maar? Nou, die heeft ook gewoon geschreven over de onderkant van de samenleving, zeg maar. Mm-hmm. De helaasheid der dingen. Toch ook gebaseerd voor een stuk op zijn eigen jeugd. Dat het er ook op een andere manier aan toe kan gaan. Hè? Dat je ook gewoon rauw gehakt met uien eet. Mm-hmm. In dat boek gebeuren natuurlijk nog veel meer dingen. Maar dat is een schrijver bijvoorbeeld. Die vind ik hartstikke geweldig. En George Jimmy? George Jimmy nooit gelezen. Oké. Nou, daar ben ik dan weer specialist in. Ja. Hey, onzin. Oftewel, voor Laurens houdt het nog lang niet op. Er is nog voldoende te doen. Zeker. En daar gaan we jou hartstikke veel succes bij wensen. Doe. En we hebben een mooie zomer. Zullen we daar eens op proosten? Zeker. Proost. Het was een waar genoegen de afgelopen jaren om jou regelmatig trouwens op onze zender te hebben. Met veel plezier gedaan.